Even kijken, het is nu tien over drie. Oh, Kun kunnen we het schilderij toch nog wel even doen. Moet je ergens naartoe? Nee. Oh, Oké. Okay. Nou, ik had beloofd om met mijn kleinzoon in eindje in de Tesla te rijden die ik erin oh, ja. heb. Maar eigenlijk zie ik er enorm tegenop om in die Tesla te gaan rijden. Omdat ik eigenlijk de hele instructie, waar we tien dagen geleden, ben ik grotendeels... Heb je er gegeten. wel nog in gereden in de tussentijd? Ja, ik heb, nee, helemaal niet. Oh. Ik heb hem daar neergezet na de instructie. En uh, daarna ja, was er een reden om te gaan rijden. Om nog alleen te gaan rijden om te gaan rijden, dat is ook weer een beetje typisch. Dus dat heb ik niet gedaan. Dus nu moet ik dadelijk hè, misschien kijken wanneer je op gang bent. Je, je kunt je dochter meenemen, misschien kan die helpen. Ik weet niet, dat is geen, uh, geen tesla oké okay. Maar sowieso moet ik hem morgen even wisselen. Ja. Want ik moet uh, weet het nou opnames in Den Haag. Ik ga met mijn broer samen. Gaan wij eh, opnames doen over de culturele en infrastructurele erfenis van de Koude Oorlog? In Den Haag. Ja, daarom gaan we ook, volgende week ga ik iets doen aan de BB, aan de Bescherming Bevolking. Hmm. Dat is zo'n wonderlijke organisatie. Zo'n zonderling tragi-komisch toneelstuk als dat is. Daar wil ik toch wel even iets over zeggen. Dus volgende week gaan we iets aan de BB doen. Ik weet niet of dan de kunst erbij inschikt. Dat moeten we even afwachten. Ja, je bent nu toch een beetje, denk je van ja, wacht maar eens even. Als iedereen van BAF de knop omzet, zodra de kunst komt, dan ben je toch, dan denk je toch, ja. Waarom maak je die dingen toch om beluisterd te worden of niet? Ja, onder andere wel. Ja. Wij zijn nu ook dat in... dat we, het zou ons ter oren komen dat er nog één luisteraar is. Ja die in Centraal-Italië woont, dan, dan zouden we toch denken... het is misschien tijd om eens te stoppen. Nou, we zijn ook in Spotify gezakt naar 16. En we hebben gezegd, als we in, uh, uh, bij 20 of laag komen, dan stoppen we ermee. Oh, is het zo erg? En hoe was het in die andere lijst dan? Nou, daar, altijd... staan op, daar staan we op twee. Maar dat heeft ermee te maken dat Spotify wat jongere uh, luisteraars heeft. En wat is die andere lijst dan? Die jij ziet is ook gebaseerd op de Apple-lijst. Dus dat is eigenlijk die mensen die op de iPhone luisteren. Maar dat ik kan zon... het ding nooit vinden. Had dat de laatste had ik, hem, had ik hem weggeknipt. En nu kan ik hem niet meer vinden. Er is een website, toch? Waar je kijkt met het lijstje. En dan staat altijd eentje boven ons. En ja. dan komen wij. Ja. Ja, dat is Apple. Dat is de Apple-lijst. Oh. Maar Apple heeft wat oudere luisteraars. Dus de wat oudere luisteraars luisteren ah, via Apple. Oké. Okay. Dat is dat paarse ding op de iPhone. En Spotify heeft toch. Daar sta je tussen de. de, de ken je Tim Hofman? Die bij de Voice al, Ja. Dat, die heeft twee broertjes. Die maken ook een podcast. Die zijn heel populair. Die staan daar bovenaan. Oh. En Geraldine Kemper, maar die heeft het allemaal over seks en met wie ze het allemaal doet. Dus dat... Geraldine Kemper, ik weet, wie is dat? Er ja, dus die heeft bij Bienenvaren gezeten. Oh. Een hele grote aanhang onder jongeren. Oh. Ja, dat ik jongeren niet uitgesproken aanspreek, dat... hoewel er op die avond laatst hartstikke veel jongeren ja, waren. Dan zullen nu mensen luisteren en zeggen, hallo, ik, ik ben jongeren. Ik beschouw me tot de jongeren, ja, en ik luister ja. ook. Ja, dat u zich niet laat wegzetten als een grote heigende bejaardenclub. Ja, dat is wel duidelijk natuurlijk. De omroep max van de podcast. Maar eigenlijk is er dus geen enkel betrouwbaar systeem waar de populariteit van die podcast worden gemeten op dezelfde manier als, laten we zeggen, de kijkcijfers gemeten worden. Nou ja, dat is dus die lijst die jij bekijkt. Die is redelijk representatief. Die alleen, wel representatief. Ja, alleen is het natuurlijk zo bij de slimste. Dat kun je alleen maar op NPO 1 kijken en je kunt het terugkijken op, waar heet dat, NPO gemist. En hier kun je de podcast luisteren op Spotify, op Apple Podcast, op DaCast. Dat zijn allemaal verschillende platforms waar je het kunt luisteren. Ah, dus de, en dat wordt niet uh, getabeleerd. Nou ja, ieder, ieder platform heeft weer een lijstje. Dus je zou eigenlijk een hitlijst moeten. Ik weet dat de top 40 daar werkt aan een top 40 podcast-hitlijst. Dat hebben ze een tijd gedaan, maar zijn ze mee gestopt omdat dat niet interessant genoeg was. Ah, maar dan okay. hebben ze wel weer plan om dat uh, opnieuw... Uh... Want wat nog vaak vergeten wordt bij de slimste mens. Want wij kregen een soort van uh, kijkersafrekening uh, uh, van het hele seizoen. Wat inderdaad nog weer veel spectaculairder bekeken was dan de vorige seizoenen. Dus Nederland 1 heeft wel verschil gemaakt. Uh, maar wat uh, vaak vergeten wordt is dat uh, op de dag dat de nieuwe slimste mens is, wordt de oude slimste mens herhaald van de dag daarvoor. In de middag of zo? Ja, in de late middag of in de vroege. In ieder geval wordt het herhaald. Dat, is, dat tikt toch altijd nog 250.000 kijkers aan. Ja. Dus die, na die, in die eindafrekening die je dan toegezonden wordt met allerlei fanfaren, wat we hebben we het fantastisch gedaan, ongelooflijk werk. Daar wordt ook al die 250.000 kijkers die worden daar ook nog bij opgeteld. Maar het kunnen ook doublanten zijn die het zo leuk vonden. Dat, dat, dat ze nog eens een keer kijken. Ja, maar dat is denk ik voor de. Voor de, de reclamemakers maakt dat niet uit. Ah, Oké. Okay. Denk ik hoor. Nee. Maar ik denk het aantal mensen wat zegt van zo leuk gisteravond. We kijken nog een keer. Kan ik me niet voorstellen. Maar goed. Kan ik me niet voorstellen. Goed. Waar waren we nu? Welk, ja, dus er is gewoon eigenlijk geen systeem. Maar dan moet je mij nog even een, een link sturen dat ik dat ding kan vinden waar, waar, die, waar die volgorde in wordt vermeld. zou ik maar zeggen. Jij bedoelt de afleveringen? Nee, 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 nee. Maar je kunt zien wie er boven ons staat oh ja. en wie er onder ja, ons ja. staat. Maar kijk, we hadden vorig jaar op een gegeven moment. Dat kan ik had... niet vinden namelijk. Nee, dat is natuurlijk wel even. Dus een webpagina dan kun je het goed zien. Ja, wat ik daarvan gezien heb, is dat ze altijd enige tijd heel populair zijn, maar dan meestal toch een eindje zakken. Ja. ja, ja. Dat is dus nu ook zo met Caries van Houten en Halina Rijn, die elkaar opbellen. Uh, de in ja, Amerika. dat was ook een, een one-time hit. Ja, die is ook weer weggezakt. Dat heb je dus allemaal wel meegekregen. Dus je hebt wel... Ja, maar nu, nu, ik, nu keek ik en nu kon ik er niet meer. Oké, okay, de... ik zal even doorsturen, dan kun je daar naar kijken. Dus, uh, maar goed, op... hier, ook hier geldt weer dat ik dan vergeten ben. En uh, je, je, je computer onthoudt eigenlijk ook niet precies, nou ja, waarschijnlijk wel. Maar ben ik dan te lijf om dat op te zoeken. Ja. Maar goed, op uh, de verzoeken, verzoeken van luisteraars luister je ook eens op Spotify, dat is goed voor de ranking daar. En op Spotify kun je ook uh. lekker muziek luisteren, dus als je wat wil luisteren, kan dat ook, kan dat ook daar. Oh, ik hoop dat ik het schilderij nog. Dat je het overleeft. grote schade eruit krijgt. Ja. <laughs> heb je nog wat te drinken? Ja, ik heb nog wel wat te drinken. Maar jij zei dus bij, bij, even, bij de top. raak je de 200.000 dus? Ja, als de cyclus helemaal is afgerond. Dus um, je moet het eigenlijk zo. Dus je wat, misschien... wat, wat, doen wij iets cyclisch? Nee, 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 nee. Maar kijk, het is zo dat. Um, uh, wat, ik, wat ik eerder al zei. Um, er is een, een trouwe groep luisteraars die luistert als er een nieuwe aflevering is, luisteren ze meteen. Uh, He, dus binnen een dag zit je op, nou, we zeggen eens ze wat, 70.000 luisteraars. Nou, dat vind ik al erg veel. Maar er zijn natuurlijk dan nog uh, een heleboel mensen die zeggen, ja, ik heb nu geen tijd, ik luister hem morgen, volgende week, volgende maand of misschien wel uh, nog later. Uh, uh, en zeg maar, als je helemaal hem hebt uitgeluisterd, dat er eigenlijk niks meer bij komt, dan zit je op die 200.000. Maar dat kan best tussen het publicatiemoment en dat eindmoment, dat kan een maand tussen zitten. Helemaal zo tijd. Dus allerlei dingen die we ooit gezegd hebben. die kunnen na een maand nog. geluisterd nog worden. Beluisterd worden. Zijn er zijn toch ook mensen die zeggen. Ik begin helemaal aan het begin. Ja, 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 daar heb ik wel eens iets over. En dan dat er ze waren de... ook wel mensen op die avond die zeiden. Ja, ze, hadden, maar, ze hadden alles beluisterd achter elkaar. Dat lijkt me wel een. Nou ja. Ben je even bezig? Ja, zelfs mijn familie. Nou ja, zeker mijn familie zou daar niet toe bereid zijn, denk ik. Nee. Nee, nee. Nou ja, goed. Ehm. Um.